dit verhaal over de conspiracy. Want ik onderschrijf gewoon eigenlijk alles. En ik vind het eigenlijk schandalig dat we dat allemaal toestaan. Maar op de een of andere manier zijn wij niet in staat om ons lot in eigen handen te nemen. En er gebeuren ons een aantal dingen die we niet willen, maar ze gebeuren. En dat brengt me misschien eigenlijk gelijk op datgene waar ik het vanavond over wil hebben. Dat heet namelijk somatologie. Ik ben in 1986 teruggekomen uit Amerika met NLP, Neuro-Linguistic Programming. En Neuro-Linguistic Programming was voor mij een eye-opener. Omdat het vertelde de strategieën over denken. Dat je het succes van iemand anders kon nadoen, kon modelleren, zoals we dat noemden. En dat succes, dat was onderverdeeld in drie factoren. Dat was de manier zoals je dacht. Dat is de manier zoals je je lichaam gebruikte. En dat was de overtuiging. En ik kan u verzekeren, dames en heren, dat ik in 86 terugkwam naar Nederland en ik was heel gevaarlijk. Ik was een Jehovah-getuige, gelijk met een mormoon en gelijk met een islamiet. Ik ging naar de McDonald's toe en ik zei tegen iedereen van, weet je wel wat je doet? Weet je wel hoeveel hectare gras er voor nodig zijn om de hamburger op je bord te krijgen? Ik stootte mijn vrienden allemaal weg, want ik was echt helemaal hartstikke gek. Ik ben met dat enthousiasme begonnen met het vuurlopen in 86. Dat was niet de eerste keer een volle zaal. U moet zich voorstellen, de eerste keer was de zaal met 0 mensen gevuld. Toen dacht ik bij mezelf, dat moet op een andere dag. En de tweede dag was de zaal ook met 0 mensen gevuld. Ik dacht, dat moet het op een ander tijdstip. En de derde dag was er ook 0 mensen in de zaal. Toen dacht ik, het moet een ander verhaal wezen. Uiteindelijk, na 8 mensen, na 8 vergaderingen eigenlijk, had ik het zover dat er 3 mensen in de zaal zaten. En zo heb ik het uitgebouwd. Dat ik nu uitgenodigd word om een zaal toe te bespreken met 12.000 man. En daardoor doe je eigenlijk heel raar. Omdat je je vergroot vanuit het podium. Want als je een seminar geeft van 's morgens 10 uur tot de volgende morgen 4 uur... waarin 2 keer een kwartier pauze is, dan heb je de opdracht als managementguru, als presentator, als entertainer, zoals ik mezelf noem. Ik entertain en ik train. Ik bespeel dus de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft. En zo vergroot je jezelf. En zo komen dus allerlei rare verhalen in de media waar je geen controle over hebt. En dat maakt ook niet uit. Dat is ook niet belangrijk. Maar ik kwam met dat idee terug in 86. Dus bijna, dat is al meer dan 20 jaar geleden. En ik ging aan de bak. Ik kwam bij bedrijven, ik kwam bij personen, ik gaf therapieën, ik hield mensen af van angsten. En elke keer was het succesvol. Maar de mensen konden het niet vasthouden op de een of andere manier. En dat zette bij mij het aan het denken. Ik denk, hoe kan dat nou? Als het nou zo simpel is. Dat je alleen dat denken kan veranderen, gewoon eventjes, om te weten natuurlijk, wat is denken? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. De meeste mensen weten niet eens wat denken is. Want denken eigenlijk is eigenlijk heel simpel. Denken zijn de beelden die je zelf creëert voor je geestesoog. Het zijn de geluiden die je hoort in je hoofd. Het zijn de gevoelens die je voelt, niet in je lijf, maar in je hoofd. Het zijn de geuren die je ruikt, niet door middel van je neus, maar gewoon in je hoofd. En het zijn de smaken die je proeft, ook in je hoofd. En als je een bepaalde strategie hebt om 's morgens wakker te worden en je denkt bij jezelf, ik moet naar mijn werk en je ziet die file voor je en je ziet je collega's en je denkt bij jezelf, ik moet een product verkopen, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, dan ben je gedemotiveerd. En als je dus de sequence, de mentale syntax verandert en je beeld je in dat je vandaag een fantastisch verhaal gaat vertellen en je denkt bij jezelf hoeveel mensen je blij gaat maken. En je ziet jezelf in de file staan terwijl je jezelf scheert. En terwijl je luistert naar 3FM. En denkt bij jezelf, heerlijk. Het is toch fantastisch dat al die mensen chagrijnig zijn, maar ik ben vrolijk. Tjaga! Dan ben je gemotiveerd. Met andere woorden, je kunt dus het denken veranderen. En het denken wat je doet, dat wordt bepaald door 1 ding. Heel simpel. Dat wordt bepaald door dat ene ding. En dat ene ding wat het denken bepaalt, dat is de focus. Datgene wat wij belangrijk vinden op dit moment. En als je dus bezig bent met datgene wat jij belangrijk vindt, dan kun je dat denken, kun je anders sturen.
En als je dus weet van ik wil geld verdienen, ik wil verlicht worden, ik wil gezond zijn, ik wil afvallen, ik wil een goede relatie hebben, ik wil ook al de wensen die mensen hebben, dat kun je bereiken door anders te denken. Zo simpel is dat. Je moet alleen weten, wat wil ik? Een typisch Amerikaans recept in drie stappen tot, de drie stappen tot succes. Kortom, ik ging ermee aan de slag, ik was succesvol, ik ben nog steeds succesvol, ik doe het over de hele wereld. Mijn eerste boek is vertaald in 1 miljoen exemplaren in China, 2 weken geleden uitgekomen. Dus ik ben succesvol. Uiterlijk natuurlijk. Want innerlijk bepaal ik natuurlijk zelf, dat is interne communicatie, de manier zoals ik denk over mezelf, enzovoort, enzovoort. En een paar jaar later, dus in het begin jaren 90, begon ik te twijfelen aan mezelf. Natuurlijk, niemand had dat door, want ik vertelde mijn verhaal, maar ik vertwijfelde aan mezelf. Ik denk, hoe kan het nou? Het is zo simpel. Ik verkoop dat verhaal, ik vertel het verhaal, ik kan mensen veranderen op de stage, ik kan mensen veranderen op het podium, ik kan mensen veranderen in het bedrijfsleven, en toch, zo weinig mensen pakken het maar op.